Zoals jullie zien heb ik een goed lichaam. Ik wil praten over trainen en eten. Ik heb laatst gemerkt dat ik te weinig koolhydraten binnenneem. Dus in mijn lichaam opneem. Ik had ze uiteindelijk een beetje geteld, want ik telde ze nooit. En ik heb al best wel lang een oké lichaam. Maar ik heb als doel om natuurlijker groter te worden. Dus dacht ik, heb ik van een goede vriend van mij gehoord om meer noten te eten. Heb ik van een goede vriend van mij gehoord om meer fruit te eten. Terwijl het eigenlijk slecht is om veel fruit te eten. En wat is veel? Natuurlijk is er een grens. En wat heel belangrijk is, ontzettend belangrijk is het gewoon om alles te proberen. Je kan zeggen dat is bullshit. Je kan zeggen nee, dat werkt niet. Je kan zeggen cardio is slecht. Je kan zeggen, je moet alleen maar krachttraining doen om groot te worden. Terwijl ik bijna alleen maar op lichaamsgewicht train. Dus vooral calisthenics. Dus op stangen optrekken. Opdrukken met, misschien met wat gewicht op mijn rug. Misschien met 10 kilo opdrukken bijvoorbeeld. Ik heb ook gehoord, ondertussen heb ik wel heel interessant eten gevonden. Eten als spirulina. Heb ik ook gehoord. En daarin zit voor elke 100 gram... zit er 66 gram proteïne in. En als sporter, als echt actieve sporter, dus daarmee bedoel ik 4 keer per week sowieso trainen, en mag je dus dat 2 of 3 keer per dag drinken. En het is meestal een theelepeltje wat je dan bij je mix gooit, wat het ook is, of de fruitmix is of iets anders. Maar ik drink het soms met heet water en het is in ieder geval super vies, maar er zitten zoveel voedzame vitamines in. Het is gewoon heel erg voedzaam, hoog in proteïne, waardoor ik het toch nog soms wel neem. Het is gewoon ontzettend belangrijk om alles te proberen. Ik vind het vies en ik denk dat ik het wel ga blijven doen. Astronauten die eten dit bijvoorbeeld in de ruimte. Dat is genoeg bewijs dat het iets is. Daarmee bewijst eigenlijk dat het gewoon heel voedzaam is. Daarbij is het natuurlijk ontzettend belangrijk om te blijven trainen. Ik heb lang niet mijn buik getraind, daar ben ik nu weer mee begonnen, 3-4 maanden. Je ziet het resultaat. Blijf trainen, blijf eten. Eerst at ik denk ik niet eens 2000 calorieën per dag, terwijl ik gewoon heel veel sportte, 4-5 keer per week. En uiteindelijk dacht ik wil groter worden, dus had ik iets veranderd. Ik dronk meer shakes, dus elke dag wanneer ik opstond, 1 shake. Het is zo'n protein whey, volgens mij XP, isolate XP. Dat is een protein powder die heel makkelijk te mengen is met water. Dus in de ochtend dronk ik dat, in de middag op werk dronk ik dat. En voor het slaap gaan, meestal was het ook na het trainen, rond 8-9 uur eigenlijk, dronk ik dus ook zo'n protein. Dus 3 per dag. Dat heb ik een maand lang volgehouden en ik zag niet veel extra resultaat. Ik ben best wel slank. Ik was altijd wel vol. Toen was ik heel erg afgevallen. Het hielp. Heb ik een maand gedaan. En nu doe ik dus meer dingen. Nu doe ik dus fruit in een mixer. En dan heb ik dus lijnzaad gevonden. Wat ruikt naar, dat ruikt naar walnoten. En dat doe ik er dus ook bij. Dan heb je extra calorieën. Wat ook heel nice is. Om te doen is dus van die crackers. Het zijn niet crackers. Het zijn... pindakaas en dat smeer je op zo'n cracker. Het is maar zo'n maisachtige cracker. Zo'n ronde. Ik weet zeker dat je begrijpt wat ik bedoel. En daar is pindakaas smeer en daar eet ik er ook een paar van. Samen met een beetje kwark, waar ik weer die lijnzaad doorheen doe. En ik merk al best wel snel verschil. Dat doe ik nu 2 weken. En ik zie al, omdat we natuurlijk elke dag naar ons lichaam kijken en het heeft niks te maken met. Met te veel naar jezelf kijken of hoe heet dat woord, wat ik nou zoek. Je begrijpt wel wat ik bedoel, het woord dat dus zegt, je kijkt te veel naar jezelf. Weet je houdt te veel naar jezelf. Narcisme misschien, ja. Dat is het niet, je kijkt gewoon naar je lichaam en dat is beter dan kijken naar de weegschaal. Kijk niet naar de weegschaal, kijk gewoon naar je lichaam elke week. Ja? Dus elke week check je, oké, het beste is een foto maken. Check wat je doet, check wat je eet. Schrijf misschien op wat je handiger vindt. Opschrijven is heel, heel goed om te doen. Kost misschien 10 minuten tijd. In ieder geval onthoud wat je doet. Dat kan ook. Zo doe ik het. Ik schrijf het nooit op. Maar er zijn verschillende methodes en alles werkt voor
alles werkt, weet je. Alles werkt, maar kijk gewoon naar wat voor persoon je bent. En kijk naar wat werkt voor jou. Belangrijkste is, blijf trainen. Blijf alle combinaties proberen. Luister naar wat alle mensen zeggen. En doe ook wat alle mensen zeggen. En daarmee bedoel ik, dus probeer alles uit. Probeer alles uit en judge niet. Dus zeg niet, oké, nee, dat is onzin. Zonder het geprobeerd te hebben. Doe je ding.